Oké, het is 6 februari 2017 en dat betekent dat de nieuwe burgemeester wordt gekozen. Nou, ze hebben heel lang vergaderd en we gaan vandaag gaan behoren wie de nieuwe burgemeester wordt. Worden het er zij of worden het er zij? We gaan het meemaken. Hip, 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 hoera voor meneer de burgemeester. Hij is 10 jaar burgemeester, dus we schudden hem de hand. Hip, 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 hoera voor meneer de burgemeester. Voor de beste burgemeester van het land. Een stadsmens die aangetrokken wordt door de energie die zij voelt bij de stad Den Haag. En die haar liefde voor de huidige stad Den Haag goed verwoordt. Zij heeft ruime bestuurlijke ervaring op het niveau van onze stad. Gedurende 5 jaar als VVD-wethouder in Amsterdam en gedurende 12 jaar als burgemeester van Arnhem. Zij beschikt mede uit dien hoofde over een uitgebreid netwerk. Zij heeft heldere opvattingen over en ervaringen op het terrein van de openbare orde. Evenals met de rol van voorzitter van de gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders. Zij is sterk oplossingsgericht. Zij wil dingen voor elkaar krijgen. Zij is nu lid van de Eerste Kamer, een functie die zij zal neerleggen wanneer zij benoemd wordt tot burgemeester van Den Haag. Over haar andere nevenfuncties zal zij in gesprek gaan met de Raad. Met deze aanbeveling kiest Den Haag voor het eerst voor een vrouwelijke burgemeester. Dank u. Dank aan de voorzitter van de Vertrouwenscommissie. Dank ook aan de Vertrouwenscommissie voor de inzet. En gaan we de vergadering sluiten. En alvorens we sluiten wil ik u nog meedelen dat er gelegenheid is tot het nuttigen van een drankje in het atrium. En dan sluiten we de vergadering. Dank u wel. Nou, de kogel is door de kerk. En wie is dat geworden? Mevrouw Krikke. Nou, aan de achternaam. Ja, ik kan een heleboel grapjes gaan bedenken nu, jongens. Maar dat doen we niet. Dat laten we al aan de media verder over. Er waren al verhalen rond over van Krikke en dit en dat, bla bla bla, op Twitter. Dus ja, dat beloven we weer wat. En ja, we hebben dus een vrolijke burgemeester. En het is al heel laat. We hebben heel lang gewacht. En... ja, nu is het eenmaal bekend. De kogels door de kerk. Bij wel Ries de Mos wilden we nog spreken. Maar die zat schijnbaar op hete kolen of zo. Want ja, er stond een taxi hier voor de deur. En poef, paf. Ik zeg nog tegen Ries. Hey Ries, zullen we een interviewtje doen? Ja, ik kom zo bij je. Nou, als ik op hem moet wachten, ik weet niet. Want hij is alweer vandoor gegaan. Hey, ik zou zeggen mensen, het is al laat. Ik ga afsluiten. En ik ga zeggen tegen jullie, tot de volgende keer.